daar ben ik weer. En vandaag wil ik met jullie een lunchgerecht maken. Dit is voor mij echt een toppertje als ik veel mensen moet voeden in een korte tijd. En dat is mij ook gevraagd om dat voor jullie op te nemen. Turks brood met spek en ei. Wat heb je daarvoor nodig? 1 Turks brood. 5 eitjes. 10 pakjes, plakjes ontbijtspek. Ik neem altijd de gebakken variant in de supermarkt dat lekker snel is. En 4 plakjes kaas. Wat koffiemelk. Ik heb normaal geen koffiemelk in huis, dus ik had kuipjes. Gewoon een flinke scheut is voldoende. 1/2 theelepeltje paprika poeier. 1/2 theelepeltje zout. 1/2 theelepeltje peper. En wat kroom over in te bakken. Waar beginnen we mee? Nou, allereerst zal ik mijn pan even aanzetten. En dan een beetje, niet te veel. En doe even de eitjes kloppen. Tik de eitjes even in de kom. Zoals ik al zei, dit is voor mij een lunchgerechtje als ik veel mensen in een korte periode eten wil geven. Want je krijgt ongeveer een 8 flinke punten krijg je uit zo'n brood. En als je er een soepje nog bij serveert, nou dan heb je meteen een volwaardige lunch. De eitjes zitten erin. Ik doe daar de koffiemelk bij. Ja. Zoals ik al zei, flinke scheut. Daar doe ik de paprika poeier bij. Het zout. En de peper. Ja. En dan klop ik ze even lekker los. Ondertussen zal ik deze hoger zetten. Als je ze even goed doorroert, dan is alle fruiten zijn mooi gemengd en het zout en de peper. Nou, dan moeten we nu even wachten dat de boter smelt. Op zo'n pitje duurt dat altijd even. Ik had deze keer een Turks brood gekocht bij Albert Heijn, wat je nog moest afbakken. Dus ik had de mijne eerst even afgebakken. Maar je kunt natuurlijk in een Turkse winkel kun je ook zelf gewoon een vers halen. En soms hebben ze bij supermarkten ook verse liggen. Dus je moet maar even kijken waar ze of hoe ze het hebben. Ik heb meestal zo'n afbakbrood altijd op voorraad liggen, omdat het altijd even makkelijk is. Nou, we moeten heel even wachten tot de pan een beetje heet is. Zoals jullie zien zit ik vaak weer op mijn vertrouwde plekje, want vandaag was het hier wel nog enigszins te doen. Maar vorige week was het echt te fris. Nou. De boter is mooi bruin. Dan doen we de eitjes erbij. Schenk ze er heel voorzichtig in. Zo. Hoppakee. Dan neem ik mijn spekblokjes. Die leg ik er eigenlijk als een soort bloemblaadjes leg ik die erop. Tenminste, dat probeer ik. En als jullie denken, jee, dat is best veel, dat klopt, maar je moet het wel kunnen proeven. Nou, die even hier en die daar. De kruimeltjes, daar is ook voor betaald. Dan doe ik hier dan de deksel op de pan en laat het ongeveer een minuutje of 5 staan. En dan kom ik weer verder kijken. Zodra de bovenkant gestold is van het ei, doe ik het ei even op de deksel. En dan keer ik hem om in de pan. Kijk eens. En dan laat ik deze kant ook nog even gaar worden. Ongeveer een minuutje of 3 denk ik. Dan pak ik alvast mijn Turks brood. Ik had het al door midden gesneden. Dus je moet het even open snijden. En dan bekleed je het met de plakjes kaas.
Gewoon even de reepjes ja, scheuren zoals je zelf het graag. Ik wil wel altijd dat het overal zit. Dat vind ik het lekkerste. Dan laten we dit heel even zo liggen. En dan laten we dit ei aan deze kant ook nog even gehaald worden. Net zoals ik zei, een minuutje of drie. En na een minuutje of drie, dan ziet u nog perfect uit. Oh, dat wil ik jullie natuurlijk wel even laten zien. Even kijken. Zie je, het spekje is gebakken. Dan doe je hem er heel voorzichtig. Dan doe je hem op het Turks bord. Kijk, ja. Even een beetje. De deksel erop. Mooie plakjes snijden. En dan heb je een heerlijk lunchgerecht. Veel plezier met maken en tot de volgende keer. Doei!